Iedereen in Zuid-Holland veilig op weg, iedereen elke dag weer veilig thuis. Dat willen we allemaal. In een speciale themaweek vragen de samenwerkende overheden in Zuid-Holland en al hun partners je aandacht voor veilig verkeer. Vandaag is het Verkeersveiligheidsdag op Goeree-Overflakkee en dat willen we natuurlijk niet missen. Waarom deze Verkeersveiligheidsdag? Nou, jong geleerd, oud gedaan. En we staan hier voor de school. Je ziet de schooljeugd al aankomen en daar gaan we de hele dag mee aan de slag. Waarom is het zo belangrijk? Nou, verkeer heeft iedereen mee te maken. Jeugd, ouderen, alles door elkaar. En gaat het fout, dan is het vaak ook heftig. Dus we proberen dat zo veilig mogelijk allemaal te gaan regelen. Waar let u nou allemaal op bij de fiets, hè? Nou, we letten eigenlijk op de hele fiets. En bellen is ook altijd nogal een zwak punt. Okay. Bellen en de verlichting. En hoe gaat het hier? Nou, dit was de eerste die goed was. Ik heb er nu 3 gehad. Dus. Okay. Nou, kan beter. Kan beter. Kan beter. Okay. Wat leer jij ze vandaag? Wij merken dat heel veel kinderen niet altijd een gordel dragen in de auto. En dat is zelfs bij het maken van een noodstop, maar zeker bij een aanrijding is dat echt superbelangrijk. Dus ik probeer ze ervan bewust te maken, door ze het ook echt laten te ervaren. Dat als ze meerijden, dat als ze de gordel om hebben, dat de gordel ze echt tegenhoudt. Was het heftig? Ja, nogal. Ik hoorde je helemaal gillen. Wat heb je nou geleerd eigenlijk? Dat je altijd die gordel om moet doen. En wat is nou jouw oproep aan verkeersdeelnemers in deze regio? Nou, als je in deze regio kijkt, dit is een plattelandsgemeente. Je ziet veel fietsers en heel weinig verlichting. Ja, het wordt nu donkerder, dus verlichting is wel een heel belangrijk ding. De oversteekheld kijkt wel uit. Zo heet de nieuwe verkeersveiligheidscampagne voor de regio Drechtsteden. Oversteken op een drukke weg is moeilijk. Een echte oversteekheld overziet de verkeerssituatie. Vandaag wordt hier de campagne in Dordrecht gelanceerd. En de oversteekheld zelf is daar natuurlijk bij. Wat vind je van deze campagne? Nou, dit is een hele positieve campagne. Verkeersveiligheid is belangrijk voor iedereen, maar ook voor voetgangers en fietsers. En we weten dat er bij oversteekplaatsen af en toe wel ongevallen gebeuren. Dus het is goed om daar aandacht voor te vragen. Wat moeten jullie doen vandaag als echte helden? Nou, we zijn een actie aan het doen en dan houden we auto's aan en vragen we of hun het goed doen in het verkeer. En als ze het goed doen, dan krijgen ze een folder van ons en een sticker met een naam. Denk je dat het helpt, dit, wat jullie doen? We hopen van wel en we denken het ook wel, want we zijn natuurlijk echte superhelden en die kunnen alles. De oproep is altijd, ken je regels en let goed op. Maar specifiek voor vandaag zou ik zeggen, niet bellen en appen op de fiets. Morgen gaan we weer op pad voor de themaweek en dan besteden we onder meer aandacht aan de campagne Bob in de sportkantine. Samen met jou maken we een punt van 0 verkeersslachtoffers.